regelmatig krijg ik vragen van sportvissers die zeggen, joh, ik ben op zoek naar een nieuwe feederstoel. En wat zijn nou goede stoelen en waar moet ik nou op letten? Nou, je begrijpt wel, als je mijn filmpjes vaker bekeken hebt, dan weet je dat vissen geen wiskunde is. En dat geldt ook voor dit soort stoelen. Maar kan je wel wat basishandvaten geven, waardoor jij in staat bent om de voor jou meest geschikte stoel uit te gaan kiezen? De eerste vraag die je natuurlijk moet stellen, is hoe groot is mijn budget? Want alles kost natuurlijk geld. Je hebt dure stoelen, je hebt goedkope stoelen. Je hebt van allerlei soorten prijsklasses. Tweede wat belangrijk is dat je voor jezelf eens bepaalt, hoe vaak ga je nou vissen per jaar? Ben jij zo'n visser die 5 keer per jaar gaat? Of ben je er eentje die elk weekend aan de waterkant te vinden is? En een derde, ook niet onbelangrijke, in wat voor situaties ga je die stoel dan gebruiken? Ben jij nou een visser die hem aan de lage vaart zet, waar het mooi glad is, waar je die stoel zo weg kan zetten? Of ben jij een visser die naar een commercial gaat, waar die op een betonnen plaat komt te staan 9 van de 10 keer? Of ga je naar de Waal, waar je hem op de keien moet plaatsen? Dat heeft allemaal consequenties voor de kwaliteit en de keuzes die je maakt. Als je gaat praten over prijsstellingen, heb je natuurlijk verschillende producten. Ik heb er hier 2 neergezet. Ik heb een Inception feeder van Preston. En ik heb een Kapperlan feederstoel. En dat is eigenlijk een bedrijfsmerk van Decathlon. Nou, die hoef ik ook niet echt te introduceren natuurlijk. Groot Frans bedrijf met heel veel filialen in Nederland waar je van alles kan vinden. Op het gebied van sport en ook op het gebied van hengelsport. Nou, als je nu gaat kijken naar keuzes die je maakt, dan is het natuurlijk handig om even te kijken wat je op dit moment in de schuur hebt liggen of wat je al gebruikt. Want 1 ding is belangrijk, er zitten palen aan en die palen hebben verschillende afmetingen. Zo heeft hij van Decathlon, die Kapperlandstoel, is 25 mm. Preston is 30 mm. Als jij dus hulpstukken hebt, feedersteuntjes en aanverwanten die 25 mm zijn en je koopt een stoel met een 30 mm paal, dan heb je natuurlijk een probleem. Dan moet je gaan werken met verloopstukken. Dus kijk eerst eens wat je normaal gesproken hebt. Nou, ik heb al aangegeven, deze is 25 mm. Die van Decathlon en de Preston is 30 mm. Dan heb je ook nog 36 mm. Dat is Reef bijvoorbeeld. Die heeft 36 mm poten. Door de bank genomen kun je zeggen met die poten, hoe steviger de poten, hoe dikker de poten, hoe stabieler je feederstoel staat. Nou, naast de dikte van dit is het natuurlijk ook belangrijk dat je hem traploos kunt verstellen. Want de grond is niet overal even gelijk. En het is belangrijk dat je alle poten traploos kunt verstellen. Bij de Preston stoel gaat het makkelijk met deze knop. Bij de Kapperlan stoel hebben ze een iets ander systeem. Ga ik je ook even laten zien. Ik loop even rond. Ik ga naar deze kant. Hier zie je dat er geen knop is. Maar hier zie je dat het met een indruksteuntje is. Maar die ook gewoon werkt. En nogmaals, elke prijsklasse heeft zijn eigen materialen en zijn eigen keuze van systeem. Dit werkt in principe ook gewoon goed. Nou, dan is het natuurlijk ook wel handig dat je die rugleuning kan verzetten natuurlijk. Bij Preston is dat een zo goed als traploze manier. Je draait hem los, je ziet dat hij opent. Aan beide kanten zit zo'n knop overigens. Je zet hem en je draait hem in feite gewoon in elke gewenste stand kun je dat doen. Je begrijpt dat ik de andere kant losgezet heb, anders moet ik ze allebei losdraaien. Maar dit is een vrij simpel systeem. Aan de stoel van Kapperlan, die heeft eigenlijk maar 1 stand. En dat is deze stand waar die in staat. Er zit hier wel een verstelknopje, maar dat is eigenlijk meer bedoeld voor transport om hem in te kunnen klappen. Nou, komen we bij de voeten. Dit zijn moddervoeten en die zitten hier dus ook onder. Hoe breder ze zijn, hoe beter ze zijn, hoe minder ze wegzakken als het wat drassig is of als het wat modderig is. Als je nou op steenslag gaat zitten, op die ruwe keitjes zal ik maar zeggen, heb je ook weer andere. Dat zijn deze, die zijn van ijzer. Die kun je er altijd bij aanschaffen, dit soort poten. Heb je ook in allerlei verschillende diktes. Let wel op dat je de goede koopt, maar deze grijpen zich eigenlijk vast in de keien en die zorgen er dus voor dat je niet wegglijdt of dat het breekt. Want die moddervoeten, die zijn van plastic en als je natuurlijk aan de Waal gaat zitten ergens op die keitjes, dan willen deze dingen nog wel eens breken. Dus hou goed in de gaten dat je de juiste voeten aanschaft voor de juiste omstandigheden. Nou, dan heb je naast je stoel natuurlijk nog meer nodig als je gaat fiederen. Je hebt een fiedersteun nodig om je hengel op te kunnen leggen. Zoek er dan eentje uit die redelijk flexibel is en die ook redelijk stabiel is. Dus dat wil zeggen met 2 aansluitingen in zo'n geval. Verder heb je natuurlijk iets nodig waar je hengel op kan laten rusten. Dit is er eentje. Die is geschikt voor stromend water. Als die helemaal vlak is, dan is die meer voor stilstand water. Het is maar net daarna waar je je prettig bij voelt. Verder is het natuurlijk wel handig om iets aan te schaffen waar je hengel op kan laten rusten. In dit geval is dit het verhaal. En wat je natuurlijk nodig hebt, is een aastablootje. Ook niet onhandig, toch? Is natuurlijk nog wel een verschil of dat je gaat vissen op vorentjes of op sterke winders of dikke karpers die zomaar je hengel er in één keer af kunnen trekken, zal ik maar zeggen. Dat is iets wat je natuurlijk doet op het moment dat je hem zomaar neerlegt.
Ik heb daar een handig foefje op en dat ga ik je laten zien. Kijk, dit is een fantastisch hulpmiddel waar je hengel op ligt. Je hebt ingegooid, je legt je hengel erin. En op het moment dat je even niet oplet en je krijgt beet en er wordt flink aan getrokken, dan zie je het wel, die vis die krijgt dat ding er nooit uit. Dus schaf nou zo'n dingetje er ook bij aan. Het is het behoud van je materiaal. Nou, dan wil ik je toch nog even vertellen wat deze sets natuurlijk kosten. Want dat heb je natuurlijk de hele tijd al afgevraagd. Ik heb er nog geen prijs op gehangen. Maar om je te laten zien waar die verschillen in kunnen zitten. En dat het daarom zo belangrijk is dat je goed nadenkt waar je ervoor gaat gebruiken. Toch nog even de prijs. Dit is een Inception Feeder Chair van Preston. Dan praat je over alleen de stoel. Die kun je in de markt krijgen tussen de 150 en de 200 euro. Dus een beetje zoeken is wel handig. Dan heb ik hier ook nog een Kapperlan Feederstoel. Dit is zoals het hier staat. Stoel, platformpje, met steuntje en de rodrest. Die koop je voor ongeveer 120 euro. En dan is het natuurlijk helemaal aan jou om te bepalen wat je nou wil hebben. Als je een visser bent die niet al te veel vist, een aantal keren per jaar en zegt van joh, ik wil er niet te veel aan uitgeven. Ik vind dit een fantastische stoel. Dan is dit een fantastische keuze. Als jij een visser bent die veel vaker aan de waterkant zit of die wat zwaarder is bijvoorbeeld. Als je 60 kilo bent, ja, dan kun je eigenlijk overal op zitten, maar ben je 120, dan moet je toch iets hebben wat steviger is. Als jij nou een visser bent die veel vaker gaat vissen, dan zou ik de neiging hebben om te kiezen voor een wat robuustere stoel. Met wat dikkere poten, wat grotere voeten, wat meer variatiemogelijkheden. Dus het is verder helemaal aan jou om te bepalen wat je nou doet. Ik kan u wel één tip geven. Ga in elk geval naar een hengelsportzaak en ga eens in die stoelen zitten. En je komt er maar op één manier achter. Of je de goede stoel hebt en het is door erin te gaan zitten en eens te kijken hoe die zit. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En verder kun je natuurlijk altijd bij diverse webshops op internet gewoon eens rondkijken om eens te zien wat ze kosten. Toch? Nou, ik hoop dat ik jullie vragen in elk geval op het gebied van feederstoelen op de juiste manier heb kunnen beantwoorden. Mocht je nou toch nog vragen hebben, schroom dan niet om mij gewoon een pb'tje te sturen. Vergeet ook niet om je te abonneren op mijn kanaal. En wij zien elkaar vast in de toekomst wel weer eens ergens of aan de